motherfucker. Bij een nieuwe aflevering van de Mijn Vlog. Mijn camera heeft aids, dus ik ben nu bij Budgetcam. Ik heb even een vlogcamera geleend, dus daar gaan we het mee doen. Oh, wat is die mooi. Oh, wat een knapper, die laatste dansje. Abnormaal. Vandaag ga ik gewoon random mensen interviewen. En vraag hoe het met ze gaat en of ik iets voor ze kan doen. Het menselijke anno 2018 is verdwenen. We zijn allemaal bezig met onze telefoon en niemand geeft een fok om elkaar. Dus daar ga ik vandaag verandering in brengen. Nou, wat ben ik lief, hè. Mijn eerste slachtoffer. Hey Tiger, mag ik je wat vragen? Ja, tuurlijk. Ik wil gewoon weten hoe het met jou gaat. Gaat lekker, Pik. Heel lekker? Ja, man. Ah, shit. Wat ga je vandaag doen dan? Ik zet je wel op de vlog, hè? Ja, tuurlijk. Ik kan jou ook op de vlog zetten. Ik heb eerder een meeting met jou gehad, man. Dat zijn frames. Kijk eens wie hier zo frames. Frames Productions. Hoe is het dan? Ja, rustig, man. Wat ga je doen dan, Tiger? We hebben net even een kleine item gedraaid. Het gaat wel lekker nu, hè? Ja, het gaat zeker lekker. Gaat heel lekker, hè? Het gaat zeker lekker, ja, man. Nou, dat waren de jongens van Frames. Ik deed alsof ik ze niet kende. Weet je? Mevrouw, mag ik u wat vragen? Nou, ik vind dat het menselijke is verdwenen anno 2018. En ik wil gewoon een babbeltje met de mens maken. Maar ik wil weten hoe het met u gaat. Hoe gaat het met u, lieve mevrouw? U mag ook lekker naast me komen zitten, 2 minuutjes. Is voor een vlog. Nee. Is voor, laten we wat menselijks doen dan. Laten we even lief voor elkaar zijn. Ben jij aan het filmen? Ja, ik ben... Je aan het filmen? Ja, is voor de vlog. Is voor de vlog? Ja. Wat is de vlog? Oh. Ik zit helemaal niet op... Oké, nee, dat is gewoon een camera die je met je meeneemt en dan film je gewoon hetgeen wat om je heen gebeurt. Oh, in principe. Okay. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het echt met u? Ik ben net klaar. Ja. Ik ben net klaar met mijn laatste formele les bij Kunstacademie vandaag. Oké, mooi. Dus ik ben een beetje uitgeput. Heel erg uitgeput, dus u wilt het gesprek eigenlijk onderbreken. Heel mooi politiek correct verwoord hoor, Bob. Nee, maar zo snel kom je er niet vanaf. Oh, ja. U spreekt een beetje, heeft een soort Engels accent, ja, Engels getint. Ik kom uit Californië. Oh, uit Californië? Ja. Oké, mooi. Nou, dan ga ik u nog 1 vraag stellen. Oké. Okay. Waar bent u het meest trots op uit uw leven? U mag ook in het Engels antwoorden, geen probleem. Ik heb ook Engelse kijkers. Ik ben kunstenaar. U bent kunstenaar, ja? Ja, net als ik zei, ik heb kunst mijn hele leven gemaakt. Ja. Ik heb een enorm project gedaan voor het Joods Historisch Museum. Voor een kindermuseum. Dus ik heb werk gemaakt samen met een andere kunstenaar, die heet Bram Kantsier. Ja. En dat werk hangt in het Joods Historisch Kindermuseum al 10 jaar of zo. Wow. Het is een permanent collectie. Mooi. Dus dat betekent dat u ook eigenlijk heel rijk bent. No. Dat wilt u niet zeggen. Goeiedag. Nou, ik ben professioneel vlogger. En ik vind dat anno 2018 wij mensen te veel bezig zijn met onszelf in plaats van met elkaar. Dus ik wilde u graag een paar vraagjes stellen. Gewoon om wat in te... Ja, ik heb het ook koud. Moet je morgen even komen, want ik heb een glant er binnen zitten. Zie je, hij heeft er geen zin in, mensen. Dan houdt het op, Tiger. Oké, patser. Kiel zeg gewoon, dan moet ik morgen terugkomen. Wauw! Motherfucker. Wil ik lief doen, doet haar gemeen tegen mij. Moet je morgen terugkomen. Abnormaal! Hele goede dag, Tiger. Alles goed, patser? Wat zeg je? Alles goed, Tiger? Met mij wel? Ja, ik wil alleen maar weten hoe het met je gaat. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het uitstekend, maar wat is de bedoeling hiervan? De bedoeling is van dat ik jou liefde geef. We geven elkaar te weinig liefde, patser. Oh, nou, eeuwige liefde. Als je nou een tit had, dan zou ik zeggen ja. Ik wil nog wat ballen over Reis. Goedemiddag. Met wat heb je het gemaakt? Met wat heb je het gemaakt dan? Zit je mij te filmen? Ben je fucking serieus?
serieus? Is het jou te filmen? Ja, hoezo? Je ziet er toch goed uit, billion dollar hair, toch? Dat doe je niet, dan ik ga gewoon hang up. Ik ga ophangen. Dan weet je wat er 1 maart gebeurt, toch? Dus beter zet je je fucking gezicht. Goed zo. Oké, met wie ben je thuis? Kijk, wat die Lexus. Hoe gaat het douchen? Hoe gaat het met je? Rustig. Waar is Goli? Is Goli thuis? Ja, Gemma vraagt hoeveel hoodie kost. Ik zei hem 15 euro of zo. Si no le ayuda la fábrica, el camión le da. ¡Ay, tú me daba mi taco y me caí al suelo! ¡Yo ya cogía los tacos, los rastraba! ¡Cayín me dio el camionero! ¡Se lo había traído por ahí! ¡Pararonme una hora para que le dieran el bocadillo! ¡El camionero salió a la base de los de Valencia! Wat denk je dat ik van de Lidl ben? 15 euro! Ben je gek, Mel? 50 euro! Motherfucker. Kom aan, man, broer. Wanneer jouw hond de huur betaalt. Dit is een motherfucking hond, Fluffy. Abnormaal, zet zijn hoofd uit de auto, in de auto. Hij betaalt de huur. Abnormaal. Hond. Ver. Dit is een hond, man. Dit is een hond. Dit is abnormaal, man, broer, man. Jongen. Deze eet niet eens Scooby Snacks. Deze drinkt gewoon Fernandes. En eet gewoon bruine en witte bonen. Ik zie het aan hem. Jij hebt mijn cavia gestolen. Ja, ik weet het. Jij hebt mijn cavia gestolen. Hij was wel lekker. Dankjewel, Tager. Ga gewoon random mensen gewoon aanspreken, gewoon boos. En zeggen dat hun mijn cavia hebben gestolen. Eindelijk heb ik je te pakken. Jij hebt mijn cavia gestolen. Abnormaal is die Lexus, jongen. Abnormaal. Deze man die eraan komt. Hij denkt hij is Joel Centeno. Gitaar op zijn rug. Fellish. Het is mijn markt. De Dappermarkt, jongen. De Dappermarkt in Amsterdam-Oost. Hier kwam ik als kleine jongen. Hier had Gordon een standje. Kwam ik langs met mijn moeder hier. Een hele goede morgen, Tager. Ik ben professioneel vlogger. En ik ben een hele lieve jongen. Bent u ook heel lief? Zeker weten? En heel oud. Nee, zo oud bent u niet, Tager. Max 45. Wat zegt u nou? Nou, grappen maken kunt u vroeg in de ochtend, maar even serieus zijn. U bent bijna 80 jaar. Ja, man. Dat betekent u was er in de Tweede Wereldoorlog ook en u heeft het overleefd. Ja, joh. Bent u echt 80? Geen 80. Oké, wanneer bent u geboren? Heel snel uw geboortedatum. 7/41. Hoe lang staat u al op de markt? 40 jaar. En wat is uw recept dat u zo goed eruit ziet? Gewoon elke dag 5 kilometer hardlopen. Doet u dat nog steeds? Oké. Nou, is goed. Wat heeft u gelukkig gemaakt in dit leven? Ja, toen ik in de staats het miljoen pakte. Heeft u... Godverdomme, ik moet even op beeld. Horen jullie dat? Hij heeft 1 miljoen euro gepakt bij de staatsloterij. Nou, ook virus geweest zijn, maar... hoor. Nou, mensen. Vroeger waren ze heel dun, die poppen. Abnormaal. Douchie. Abnormaal. Super size models. Prachtig, man, broer. Hier hou ik van. Ah, die dunne wijven zijn voor honden, die botten. Allemaal super size, broer.
Nou, Marijke, mag je wat vragen? Ik interview alleen mooie mensen. En helaas kom je daarvoor in aanmerking. Waarvoor dan? Hoe voelt het om zo mooi te zijn? Nee, jou op. Nee, dat ga ik niet. En dat is je vriendje, hè? Kijk hoor, die pakt ze dat dagertje. Hoe voelt het om zo mooi te zijn? Geweldig. Maar ik vind het zo zonde dat je rookt. Waarom zou je 6 euro betalen voor een pakje kanker? Mensen proberen er juist van af te komen. Goeie vraag. En ik verwacht ook een heel goed argument. Tik, tak. Het duurt wel even hem op. Ja, met je schoonheid kom je er niet mee weg vandaag. Nee, maar wat is dat voor dan? Ik ben professioneel sexy nigger vlogger. Serieus? Even serieus, ja. Waarom rook je als ik vragen mag? Ja, waarom niet? Dat zeg ik net. Je krijgt er kanker van. Ja. Rook je ook, tijger? Ja, man. Weet je op wie jij lijkt? Op die jongens van New Kids, jongen. Ja. Bam! Hoe lang ga je al met deze schoonheid? 5 jaar al. Nee, heb je het 5 jaar met haar volgehouden? Want ik zie altijd dat ze een tijger is, hoor. Die slaat je al soms, hè? Nee. Oh, jij haar wel? Nee, niet doen, hè? Hebben jullie nog geen kinderen? Ja, en ik moet even praten, patser. Ik ga een paar oefeningjes geven hoe je dat moet doen. Willen jullie nog geen kinderen? Nee, nog niet. Ik ga jouw leeftijd schatten. Het staat op je voorhoofd. 23. Kijk naar mij zeker. Ben jij 23? Nou, wat ben jij? 20. Nee. En jij? 19. Dus ja, ik ga er vandoor. Dit kan ik niet geloven, dat jullie zo jong zijn. Hoe oud denk je dat ik ben? Ga niet zeggen 50 en dat soort rare getallen. Kijk hoe lang mijn hand hier is. Je bent echt gemeen. Hoe oud denk je dat ik ben? 28. Jij even hier komen. Met jou heb ik nog een appeltje. It was at this moment that he knew. He fucked up. Zit te schillen. Hoe gaat het met je? Goed man, ik ben weg bij echt een snack. Ja, ik ben heel boos op jou, hè. Waarom? Omdat je tegen mij loopt te liegen. Nee. Oh, dat was iemand anders zeker? Nee, want ik was met die andere jongen en een keertje kwam je langs, riep je ons. Maar het is een goede ding. Af en toe was ik af hier, maar meestal heb je geen genoeg werk. Nou, jij valt mensen lastig en dat vind ik niet leuk. Nee. Weet je wat ik wel erg van jou vind? Ja. Vorige keer heb ik je wat geld overhandigd. Ja, je kwam met de smoes op me af dat je naar de slaapplek zou gaan. Ja. Je hebt andere dingen met het geld gedaan. Daarom kan jij mij nooit meer wat vragen. Als je wat wilt hebben, eten. Haal ik voor je. Als ik geld heb, haal ik heel McDonald's voor je. Maar je moet mensen niet oplichten dat je geld nodig hebt voor een slaapplek. Terwijl je er drugs mee koopt, broer. We werken hard voor onze geld. En dan ga jij dat geld oproken. Ik ben niet down met dat. Ik hou daar niet van, broer. Doe dat soort dingen niet meer alsjeblieft. Ik kan voor één keertje niet iets missen alsjeblieft. Nee, ik kan niks missen. Ik kan eten voor je halen. Maakt niet uit wat je wilt hebben. Ja, ik wil eten. Wat wil je eten? Mag ik wat uitkiezen? Je mag kiezen wat je wilt. Ja, oké, is goed. Ja, wat is wil goed. Jij eten? Ik wil niet eten, heer, maar ik heb het echt nodig voor mijn slaapplek. Ik rijd zo meteen met jou, met de auto, naar jouw slaapplek dat en ik betaal jouw slaapplek voor een dat maand. Dat mag. Ja? Wil je dat nu doen? Nee, dat wacht niet. Nee, we gaan het nu doen. Laat hem niet wakker zitten. We rijden naar de slaapplek. Wacht even, heer. Waarom? Ik wil dat hij mij vertrouwt. Nee, ik vertrouw je niet. Ik heb nog nooit in vertrouwen op meneer, ik luister. Nee, wacht, ik praat met hem. Ik heb nog nooit kom, we gaan uit de slaapplek. Nee. Laat hem zitten. Laat ik heb nog nooit in vertrouwen. Je sloopt te liegen nu. Dat is niet waar. Nu maak je me boos. Ik zeg tegen jou nu, ik betaal jouw slaapplek voor een maand. Nee, kom, maar dat wil ik niet vinden. Waarom niet dan? Omdat ik mijn eigen zaken wil regelen. Je... Snapt u dat, heer? Dus nu ben je de zakenman ook nog. Ja. Hey, praat niet met de gemeente, alsjeblieft. Papa, ik ga wat eten voor hem halen, alsjeblieft. Hij is ook een mens. Laten we die mensen ook als mensen behandelen, alsjeblieft. Maar ik begrijp wat je bedoelt, ja? Vriend van jou, pas hem ook eens. Ja, hij is een stap of schop op zijn kop. Kom op, deze pand, dat heeft hij nodig. Je gaat hij ook zwaar maken. Maar jij niet ook, dus doe niet alsof jij beter bent. Jullie gaan allemaal. Nee. Want ik heb respect voor je, je bent ook een mens. Maakt niet uit of je arm of rijk bent, dik of dun, maar niet tegen mij. Maar de kloof tussen arm en rijk is wel erg groot de laatste tijd. Ja, maar daar praat ik nu niet over. Ja. Wil jij mij de les voor gaan lezen? Nee. Moet je wat drinken? Ja, Fernandes blauw. Ja? Ja, Fernandes rood. Wat wil je nou? Blauw of rood? Een Fernandes rood. Geef hem een hele regenboog van Fernandes. Geef hem alles. Weet je wat je wilt? Een Fernandes rood. Rood? Val die mensen alsjeblieft in je glas. Nee.
allemaal mensen kunnen allemaal samenleven in deze samenleving. Nu ga ik jou spoelen. Jullie maken het moeilijk voor ons, broer. Daarom mogen jullie eens naar binnen komen. Ja, ik was daar met ja, dat is goed. Ja? Wat had jij? Ik heb hem gewaard. Waarom, man? Vind je het vet? Nee, wat is het? Zit op blij. Dankjewel, man. Ja, maar vraag me geen geld. En voor een tramkaartje? Waar ga je? Heb je een date? Morgen moet ik naar mijn zus, dan kan ik gaan eten. Ik kom jou morgen halen en ik breng je naar je zus. Ja, maar ga je me boos maken net als die andere man op tegen me lopen liggen? Sorry. Zei je van, ik wil wel wat eten voor je kopen. Ja. Heb je eten voor me gekocht, weet je nog? Dat weet ik nog, ja. Ja. Maar daarna heb je nog steeds die mensen lopen lastigvallen. Nee. Soms vraag ik niet, man. Oké, hoe gaat het met je? Niet zo goed. Ik ben nu bij Invest. Ze hebben me overgeplaatst. Ja. Heb je honger? Wil je wat te eten? Ja. Dank je wel, topper. Wat wil je eten? Een hamburger. Kom naar binnen dan. Ja. Loop maar voor. Meneer? Je mag naar binnen. Ja? Wat wil je vragen? Of wil je liever het geld in je handen? Nee. Oké, want je weet, dan word ik boos, hè? Ja, weet ik. Ja. Maar kan je misschien wat missen voor een tramkaartje naar huis? Godverdomme, die man flikt het gewoon weer. Jij hebt geen huis. Ik heb een onderdak, maar ik kan... Waarom lieg je tegen mij, man, broer? Ik word echt boos, man. Ik kan nu een hamburger voor je halen, of niet? Is goed. Jongen, die keel probeert het gewoon weer. Abnormaal. Jongen. Waarom probeer je het steeds weer, man? Nee, ik snap het niet, broer. Hij blijft het gewoon proberen. Ja, maar voor naar het huis te gaan. Domus 3, Oostlotendijk. Dan breng ik jou nu. Ja? Ja, ik ga jou nu brengen. Ja, maar wat. Nu opeens laat maar. Zie je, je doet het weer. Nee, maar ik heb echt nodig. Maar ik wil jou nu tot last zijn doen. Oh, kerel, ik moet daar precies in de buurt zijn. Oh. Dus kom je met mij mee of ga je lopend zelf? Ik probeer met de tram te rijden. Zie je? Ze ligt gewoon weer tegen me. Gewoon. Wauw, man. Ja, weet je wat? Laat die hamburger ook maar zitten. Want als je zo tegen me ligt, vind ik zonde, man. Motherfucker. Amarelo, alsjeblieft, dit is de winnende doelpunt. We gaan naar de EK, WK, alles, mijn zoon. Ik vertrouw op je. Kom op. Motherfucker.